Ik herinner me de uitspraak van de Britse romantische dichter Rudyard Kipling die ooit zei het oosten is het oosten, het westen is het westen en nu zullen ze elkaar ontmoeten. En daar stond ik dan. Ik verenigde deze twee culturen in mij als persoon. En ik kon oprecht ook geen keuze maken tussen beiden. Want het ene weerspiegelt mijn afkomst, het andere mijn toekomst. En vandaar dat ik er mijn werk en mijn missie van heb gemaakt om deze enigszins met elkaar te gaan verzoenen. Niet zozeer vanuit een kumbaya verhaal hand in hand samen door het hele land. Maar wel door te begrijpen van waar deze spanningen vandaan komen, zowel historisch als geopolitiek als economisch, om dat voor een stuk te doorgronden, te begrijpen en om die verbinding mogelijk te maken. Maar ik weet en ik besef dat verbinding in tijden als deze heel moeilijk is. We hebben de aanslagen gehad, de sociale cohesie vandaag staat onder druk, de veerkracht wordt elke dag opnieuw op proef gesteld. De redelijkheid en nuance in het debat is heel vaak zoek. De emotionaliteit lijkt vandaag de bovenhand te nemen. De angst voor islamisering loert elke dag opnieuw om de hoek. En toch geloof ik dat we moeten streven naar die, naar die verbinding.